Dan kunnen we nog een half uurtje. Dat zou het nog kunnen. Kijk, dat hebben we maar. Je wil ook even waar zitten? Dit is hem niet. Nee, dit is een andere. Het zijn allemaal concurrenten van elkaar. Ja, dat zou ik niet doen. Zo'n boot vaart ook dus naar de, naar de molen, ja. Het ligt nou, hè? Ja. Ja, dat is zuiver giethoren, hè? Jullie kom maar, die staat op één maken waar jij op staat. Ja. Het hele, ploegje bij elkaar. Ja. Even kijken, hierop, hè? Hierop. Ja. Ja. Even zo doen. Achter de mooie witte hortensia. Nou, kijken, met zo'n boot gaan we varen. Oh, welke? Met die. Oh, oké. Okay. Maar er komt een vast ding erin. Kijk, daar hangt een meisje. Daar hangt me niet achteraf. Waar is het? Oh, hij kan er niet door. Tuurlijk wel. Nou, kijk eens. Ja, hij heeft het vaker gedaan hoor. Ja, het is wel de eerste keer. Hij heeft nog wel 50 centimeter over. Het lijkt veel erger dan het is. Jawel, maar het is toch... nou, jij niet bukken. Ze houden zich dan maar vast. Inmiddels is het jouw. Ik kan niet garanderen dat we heel allemaal droog terugkomen. Ja. Ben jij gek? Nou, wij wel denk ik. Maar nou, dan kom jij ook niet blij. Ik zou zeggen, de meeste kapiteins blijven altijd tot het laatst aan boord. Ik neem de twee reddingsboeien voor mezelf mee. Ja, je kunt hier ook staan. Nou, dan weten we dat vast. Hier aan de linkerkant zie je dan, dat is een bundesovische kerk. Elke zondag nog steeds in dienst. En het leuke aan deze kerk is dat trappetje wat u hier ziet, wat zo het water in loopt. Bijvoorbeeld voor bruiloften, dan rolt men daar de rode loper zo uit over het trappetje naar beneden. En dan steppen mensen dus nog letterlijk en figuurlijk het huwelijksbootje in. Ja, wat een hele mooie visie, echt de Gietense punt er is. Misschien dat er nog mensen zijn met trouwplannen hier aan boord. Ja. Dat is echt zwijgen. Vinden er ook plaats. Dat is hetzelfde bootje, alleen die laten ze dan midden op het meer gewoon zinken. Ja, ja, de beide meteen vanaf. Een ongeluk tegemoet. En dat is het bult van Andermol. Aan de rechterkant. Misschien dat jullie nog een paar gaan sparen. Hij is niet meer oranje. Oh, kijk, met een bootje. Dat meen je, hè? Een WK-stuk was dat. Ja. Het was met een bepaalde stof dat is mij gezet. Ja, ik weet niet hoe. Ja, hoe? Meni. Ja, nou, dat kan. Ze kreeg er heel moeilijk afgelopen. Ze hebben helemaal iets speciaals moeten doen met speciale stoffen en opnieuw bronzen. Maar het heeft wel heel wat geld gekost, geloof ik. Ja, op zich was het wel grappig. Je kunt je knie erop leggen. Dan kun je zo'n beetje blauw zitten. Nee, nou, ik ben er veel naar gedaan. Ik heb veel huizen te koop staan. Meer gemiddeld als een andere plek in Nederland. En dat komt omdat de huizenprijzen behoorlijk hoog liggen. Vooral de huizen zijn groot, met grote tuinen, veel grond erbij. En ook omdat je wel wat extra's betaalt, want je zit echt op een speciale plek natuurlijk. Dit huis kost bijvoorbeeld ongeveer 8, 9 ton. Hallo? Het is niks. Zijn er nog mensen die een huisje zoeken? Ja. Het is een prikkie. Nee, maar ja, dus hoge huisprijzen, daarom dus veel te koop. En links trouwens een snackbar. Deze snackbar heeft een bijzondere naam, namelijk Geithoorn. Geithoorn is eigenlijk de oorspronkelijke naam van dit dorp. Omdat men vroeger veel geithoornen vond met het afgraven van de turf. Is dat de reden dat ze destijds het dorp zo ook genoemd hebben, Geithoorn. Door het dialect van mijn spreken is dat van Geithoorn naar Giethoorn veranderd. Oh ja. Misschien kennen jullie dat dialect wel, hè? Platproot, zoals wij zeggen. Ja. De I uitspreken als I, dus Geithoorn, Giethoorn, kijken, kieken, dat dialect, zeg maar. Heb ze veel uur op. Kijk, al die huizen verbouwd, hè, met die boerenrieten daken. Ja, mooi. Ja, nog niet, hè? Ik vind het heerlijk. Ja. Ik moet wel even die tas niet verlopen. Nee, ook helemaal. Als ze hem hier neerzetten. Oh, je bent bang dat hij overboord gaat. Nou, is het niet. Ik denk straks. Ja. Ik kan hem daarbij eens neerzetten. Oh, er is iemand die aan staat aan de boot, want die pakt gewoon een tas. Ja, dan moeten ze hard pakken. Nou, die grote, die bang daar, die rabuivenplant. Ik moet zeggen dat ik nog wel gevraagd krijg om te eten, maar dan weet ik het niet. Het is gewoon een film. Berenklauwen. Die blijft veel nou, hè? Mooi, hè? Gunnela. Geen berenklauwen. Gunnela.
Denk, waarom ik denk dat die veel? Ja. Zo heb je het mooiste, zo van voren, dan dat zo zij. Dit is een leuke. Ja, de bruggetjes zijn zo. Ja, dat klopt, ja. Ik leer ook nog wel eens wat hier aan boord, hoor. Ja. Ik kan ook even daar filmen, Bouw, dat jullie erbij opstaan. Oh, jij? Ja, dat ik hier sta filmen, naar jullie erbij. Dan kun je gewoon een paraplu gebruiken. De minerale diamanten die jullie hier kunnen bewonderen. Ik weet niet, zijn jullie allemaal een beetje musea-liefhebber? Of? Oh ja, fantastisch vinden dat. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, dit is voor iedereen leuk hoor. Het is behoorlijk toegankelijk wel, dit museum. Zo zien jullie deze boomstam van zoveel miljoenen jaren oud. Allemaal van dat soort leuke dingetjes die hier tegenkomt. Zelfs voor kinderen is het ook wel leuk. Mochten jullie nog even de tijd hebben vandaag, dan laat ik aan om hier even een kijkje te nemen. De Oude Aarde, leuk museum. Is dat toch, is dat nog steeds het idee, museum? Vroeger was het van het midden, was er wel leuk. Ja. Maar ja. Weet je of dat nu bij de... Ik denk van in de tuin en zo, echt een vrouwenwinkel is dat. Misschien even kijken. Ik kan ook even bij de hoop, Pieter, want dan zie je film en zo. Ja. Of die kan gewoon stil houden zo. Een dik knopje waar daar zit. Dat mooie huisje met planten daarvoor. Ja. Deze is wel iets kleiner dan het meeste huisje. En dat zie je ook wel in de prijs. Deze kost ongeveer 450.000 euro. Klein huisje, klein tuintje. Kopie. Ja. Wel een leuk huisje, ja. Maar kost je er ook wel eens uit? Nee joh, al die toeristen die dan een lasje heen varen. Nou, het leeft wel natuurlijk. Dat is ook een idee, als je een oude boomstam in de tuin hebt, om die dan maar op te verven en dingen aan te hangen. Ja, ik had nog een oude boom en dan ging ik glas van die aan. Oh ja, ja. Ja, is dat wel. Tommetje of 7-8 in de orde, maar hier ook. Als er niks is, hè? 7-8. Te koop, hè? 7-8. Tommetje of 7-8. Alle huizen die we hier aan de rechterkant van deze gracht zien, die mensen wonen als het ware op eilanden. Aan de achterkant is het meer, dus dat betekent dat ze ook niet met de auto bij hun huis kunnen komen. Ze hebben auto's vaak op parkeerplaatsen staan, zoals we hier links ook eens zien. En dan varen we met een bootje hier. Een bootje om. En ze moeten dus altijd maar over die bruggetjes heen om bij het huis te komen. Sommige mensen moeten al gauw, 400, 500 meter lopen om bij de auto te zijn, zeg maar, soms nog langer zelfs. En denk er maar eens aan bijvoorbeeld mensen die boodschappen gedaan hebben, die moeten met die boodschappen heen en weer sjouwen. Bijvoorbeeld met kruiwagens of met karretjes doen ze dat, over die bruggen heen, naar huis toe. Het wordt nog veel lastiger wanneer mensen andere aankopen doen, bijvoorbeeld nieuwe meubelen. Ze willen een nieuwe keuken in huis, nieuw rieten dak. Hè. Riet moet allemaal aangevoerd worden met de boot. Die meubelen met de boot, verhuizen, hè, alles met de boot. Wat ik dus eigenlijk wil zeggen is dat het allemaal even weer wat makkelijker is. Of sorry, wat moeilijker is. Ja, hier past geen karton in. Sorry, hier? Karton, daarbij... Ja, dat doet met zo'n platte boot, dat kan wel hoor. Ja, ja. Dan gaat het meestal één keer mee natuurlijk. Hè? Klopt, ja. Ja. Ja, 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 nou ja, ja, vroeger wel inderdaad. Alleen nu niet meer hoor. Nu zijn de weilanden.
En ze moeten zich toch een beetje aanpassen. Maar dat is toch nu, het laatste weiland is meer een beetje voor traditie of zo, voor de lol eigenlijk. Ja, ja, ja. Mooi, hè? Ja. Daar heb je ook weer die grote. Ja, de rabarber. Hoe is dat? Gunnera. Ja. Gunnera. Ja. Je onthoudt er niet uit. Ik wilde niet zo best. Ik schrijf het op als gunnera. Ja, dat is heel moeilijk. Als ik het snoepje daar hoor, zeg maar blanke, hè? Ja, je zet het bekend hoor. Oeh, gunnera. Oeh. Ja, je hebt wel wat beloofd nu, hè? Nou, het is wel leuk om te doen, hè? Ja, zonder meer. Telefoon. Al die iedereen kijkt naar zijn telefoon. Ja, wat is muziek, hè? En deze molen die is dus vroeger gebruikt voor het malen van graan tot koren. Uiteindelijk nog als VVV-kantoor gebruikt. Inmiddels is het een woonhuis. Mijn voormalige economieleraar heeft het omgebouwd op een leuk huisje. Uniek huis natuurlijk, hè, want je woont in een oude molen, wat prachtig is. Maar ook uitzicht over het meer. Dus, ja, leuk gebouwd. Ja, dan gaan we de wieden nog. De wieden. Ja, leuk hoor. De bouw heeft een hele leuke film van, dus dat kan je maar laten zien. Ja. Kun je laten zien, ja. Anders ben je niet in het licht worden geweest, hè? Dan weet je wat ze te zien krijgen als ze willen gaan. Dus. Ja. Hey, ik ben heel blij dat je gedaan. Leuk, hè? Niet dat ze ook met gaan ervaren, hè? Ze moeten zich net zo aanvaren als Piet. Ja, de voorlijn gaat het water in. Wat is hè? Wat wil ik zeggen? De voorlijn gaat het water in. De voorlijn. Oh, ja, maar niet fout. Oké. Geef dat niet? Maakt niet uit, zegt hij. Waar zit er niet dan? Nee, daar gaan we kanalen. Maar toch bedankt voor het melden hoor. Oké. Ja. Ja, maar als je, hier zit de motor natuurlijk heel ver achter, maar als je in de schroef krijgt, dan ga je niet meer een stap vooruit. Oké, dat heeft hij een probleem. Ja. Over Kanenberg wordt vastgehaald. Nou, hier hebben we met Joker heel vaak wedstrijden gevaren. Oh ja? Met boten. Zijn wedstrijden, ja. Die heeft ook punten, hè? Tenminste, zo noemen wij het, officieel het bovenweide. En over het hele meer is het ongeveer een metertje diep hier. Dat betekent dat we hier overal kunnen staan mochten we zinken. Anders stellen we de gracht erachter niet. En dit meer is vroeger helemaal afgegraven. Turfgraven, dus het was één grote veen of turfbodem zeg maar die hier lag. Dat hebben ze allemaal nog met de hand destijds afgegraven. Het moet een behoorlijk kawaii zijn geweest. Dus ze zijn maar tot een metertje diep gegraven omdat er op een gegeven moment water in kwam te staan. Ze konden niet onder dat water doorgraven, dus dat werd lastig. Vandaar dat ze maar tot een meter diep zijn gegraven. Dat zo'n diep is, maakt het natuurlijk wel perfect voor recreatie. Hè, kinderen die kunnen staan tijdens het zwemmen. Hey, je foto's stellen bij, of niet? Ja. Vaak is op het eigen. Oké, okay, oh nou, dan kijk eens hoe leuk, joh. Goed zo, Tanja! Als je nou gaat vertellen, dan hoef ik helemaal niks meer te doen. Nou, dit is best wel een leuk baantje, hè? Ja. Ja, je bent aangenomen, Tanja. Ja. Hij heeft de naam aan. Zo kan het doen. Ja, oké, dat is dan. Vond wel een leuk opzicht. Ik heb nog een jas. Ik heb het niet, dus ik werk in de winter ook gewoon door. December is ook. Tenminste, als er geen ijs ligt.
Ja, maar dan sta je wel alleen. Dan moet je wel geluk hebben dat je werkt al wat langer als sommige anderen. Dus dan kan je ook wel werken. En hoe vind je het, Thea? Ja, dit is perfect. Ja, 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 nou, je bent aangenomen. Meestal laat ik kinderen varen aan boord staan, maar dit kan ook mooi, toch? Ja. Ja. Sta je goed, Thea? Ja. Hey, hey Thea, dan moet ik nog wat vertellen natuurlijk. Ja, je moet ook wat erbij vertellen, hè? Het is Misschien kent u nog van de film van varen, hè? De scène met de gekke koe op het terras, die speelt zich hier af. Die kennen jullie zeggen nog? Wilde koe op het terras, dat is hier zo. Nou, jaren geleden hebben we hier wel eens een keer een wedstrijd gehad met puntjes. Ja. Elke zondag nog. Ja, het is elke zondag, maar ik bedoel, het is voor ons jaren geleden. Ik heb een beetje mee mogen doen. Ja, is leuk. Ja, omdat ze zo diep is, hè. Dat is hoe ze vroeger dus ook de turf aan vooruit ging met zo'n puntenstok in de bodem en vooruit duwen. Ja, misschien. Steek de hand maar op hoor. Iedereen mag varen voor mij. Nou, wat leuk. Ik vind het zo leuk. Zo de kleine kanaaltjes weer. Als je naar de rechterkant ziet, dan een van de vele campings hier rondom het meer. Alle campings die we hier overal zien, zijn allemaal koophuizen. Koophuisjes, zeg maar, koopcaravans. Behalve deze, diverse huisjes. Die zijn ongeveer 2 jaar warme dag in de zomervakantie. Echt in de bouwvak, dan komen er wel 1000 boten hier langs op 1 dag. Ook de plek waar de meeste ongelukken gebeuren. Ik vind het zelf altijd wel grappig. Je ziet dan op zo'n drukke dag in de berm. Ik weet toevallig zijn mensen van de camping. Stoeltje mee, koelboxje mee en bier. En ook al rampenlisten genoemd. Dat is de hele dag van de grote chaos die hier plaatsvindt. Maar geeft die mensen dus ongelijk, want leedvermaak is natuurlijk altijd het beste. Nou, is ook vermaak. Ja. Tot op zekere hoogte. Nee, dat was vroeger bij de sluizen. Die mensen hebben het allemaal zo. Daar mag niet meer. De sluizen, die willen dat niet meer hebben. Bij de sluizen en vanzelf. Ja. Het is een ruzie gemaakt als in de sluizen. Schelden ze helemaal in elkaar heen. Oh, als ze wat verkeerd doen en zo. En wie heeft gezegd dat jij dat los mocht doen? Staat er een jankende vrouw. En dan wij, hè. Nou, als ik daarbij hoorde, was ik al lang afgestapt. Gewoon even lekker jennen. Vraag of je even mag uitstappen, Ben. Sluit je. Ja, Bob, aan kijk, ze moet hier ook nog een bocht maken. Mooi, ja, dat is mooi. Hier zitten we in scheepswerf, punterbouw, schuil. Ja, ja. We zijn gisteren langs gefietst. Het is echt Ja? Die hebben gisteren al gefietst, ja. We moesten de boer even kennen. Ja, nou, ik vind dat jullie wel gelijk hebben. Dat jullie eerder vertrokken zijn om iets te verkennen. Ja, we zeiden we moeten wel eventjes wat voorbereidingen doen. Want als we dat allemaal vanmorgen nog hadden moeten doen, dan... Dan had het ook niet meer. Nee. Het is ook veel geruststellender. Ja. We hebben gisteren een prachtige fietstocht gehouden. We zijn ook nog helemaal naar Dwars. Dat is ook een klein dorpje. Ja. Je bent in beweging en je weet waar je zit en hoe de gangen moeten. Mooi hoor. Ja. Jammer genoeg zijn we er bijna. Dat is leuk. Ja, hier aan de rechterkant het punterbouwbedrijf van Giet hoor. En hier bouwen ze nog steeds die oude, originele, authentieke Gietse punten. Ja. Een motor als die hier ook ligt. Dus ja, eigenlijk zonder motor officieel. Kan ook wel een motor achtergehangen worden. Ja, die boten worden volledig gemaakt van eikenhout. Wat ze dan uit Frankrijk importeren.
Dat moet hier een tijdje liggen te drogen in de tuin. Een paar maanden moet dat daar liggen. Voordat het gebruikt kan worden. Ze bouwen dat dus allemaal met de hand. Nog steeds, net als vroeger. Echt allemaal handwerk. Mm. En dat is ook de reden dat het behoorlijk prijzig is, zo'n bootje. Rond de 20.000 euro betaalt je voor zo'n ees. Gaat jij ermee doen? Maar dan heb je ook wat. Ja, ja, ja. Dat moet je ook wat doen. Ja, je moet wel werken, ja. Ja, ja, je moet, elk jaar moet je hem weer in de was zetten, ja. Ja. Ik denk gewoon een bootwerkje dood. Ja, zo neem wel inderdaad, zo'n auto, ja. Grappig, die trouwens, ook de meeste rondvaartboten, of eigenlijk bijna alle rondvaartboten die hier in Gieto rondvaren, worden daar ook gemaakt. Zoals deze 2 jaar terug ongeveer ook daar gemaakt. Nou, deze zijn al mooi. Mooi, ja, dat is wel eens vaker in een oudere gezeten. Ja. Hetzelfde verhaal, hè, eikhout. Voor het grootste deel. En handwerk. Wat rust, hè? Ja, heerlijk. Weldadig. Ja, als u hier 2-3 weken eerder was geweest, was het wel een ander verhaal, hè? Echt waar? Dat geloof ik graag, ja. Kijk, hier komt nou op dit moment is het al hartstikke rustig op het water. Ja, ja. Hallo. Okay, de ene blijven gewoon zitten, ze zijn helemaal aan de bootjes gewend. Ja, precies. Ik ben dat lang gewend. Ja, die zitten zo rustig. Die schrikken niet meer. Ben je gek, die zien er zo voorbij. We zijn bijna bij de fanfare. Ja. Maar dat is zeker de moeite waard om die bruggetjes te doen. Nou, we, toen we dit gisteren, ja, we wisten het wel, want we hebben dit zelf ook wel eens met een klein bootje gedaan. Toen zeiden we, ja, dit moeten we gewoon met jullie doen. Ja, maar dan krijg je echt een idee van Giethoorn. Ja, ja, dit is het gewoon. Ja. Ja. De rust die je dan ook hebt. Ja. Ja. Nee, maar dat de mensen, dit was vroeger van de armste gedeelte van het land. Ja. Wij zeggen wel eens, als de mensen zich om konden keren in dit land, bij wijze van spreken, wisten ze niet ze dat ze allemaal geld hier natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, hier moet ergens dat schelpen een dingetje zijn. Ja. Hier is dit Gloria Maris. Ja, is dat hem? Ja. Oh, oké. Okay. Moet je wie zijn? Ja, hier moet zo. Nee, maar ik bedoel, daar kan dan je... Dan moet je naartoe lopen. Dan. Oh. Dan, ja, als jullie zin hebben, het hoeft niet. Ja. Hoor. We kunnen ook... Nou, eigenlijk moeten we meteen wat drinken, Pieter. Ja. Ja. Maar we kunnen hier ook wat drinken. We kunnen hier ook wat drinken. Hier zo meteen rechts... ja, Gloria Maris, het Schelpen / Sieraden Galerie of Museum. Ik denk dat het nog wel open is. Dus het is misschien altijd even leuk om een kijk te nemen. Gratis entree doet het ook vaak goed. Ja, allerlei schelpen en sieraden die jullie hier kunnen bewonderen. Vooral uit de Atlantische Oceaan. Hier bijvoorbeeld deze 2 schelpen die we zo hier rechts zien. 2 grootste van het museum. 200 kilo een stuk weggezet. Kijk eens, zo te groot. Je wordt ook gegrepen op Schiphol. En zo'n kleintje in absoluut niks meenemen. Fratelli. Ristorante.